Ben jij vanaf je geboorte doof of ben je slechthorend? Of is dat hetzelfde? Ik ben vanaf mijn geboorte. Ik ben in Indonesië geboren en ik ben daar goedhorend geboren. Ik heb daar 7 jaar gewoond. Toen had ik toevallig de mazelen toen wij Indonesië moesten verlaten. En ik had op dat moment niet op een vliegtuig mogen stappen. Na de vliegtuig was ik opeens toch wel ernstig slechthorend. Dat is niet ontdekt, dat is pas ontdekt in de 4e klas, 3,5 jaar later. En op een gewone school. Ik kreeg 1 gehoorapparaatje en werd geconstateerd dat ik ernstig slechthorend was. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk, ik ben wat eigenwijs aangelegd. Dus ik had 2 gehoorapparaten nodig, want beide oren zijn precies even slecht. En, maar ik had in 1960 waren ze niet zo goed daarmee. Dus ik kreeg 1 gehoorapparaat. En dan gaat de hersens en het andere gehoor gaan meteen samenwerken. En dan krijg je toch een natuurlijk geluid. Toen kreeg ik het 2e apparaat erin. En toen dacht ik, oh nee, die moet niet. En dan ben je 10 jaar, dus dan is het de schuld van degene die het laatste kwam. Dus heel gedecideerd, zei ik tegen mijn moeder. Die niet en legde die op de schoorsteen. Eigenlijk heb ik tot mijn 35e jaar gedaan met 1 gehoorapparaat. Ik heb gewone scholen gedaan. Ik heb een studie gedaan. Alles is altijd van een leien dakje gemakkelijk gegaan. Toen ik ging op mijn 35e mijn gehoor weer naliet kijken, bleek dat het ernstig achteruit was gegaan. En ik had toen in plaats van een verlies van 60 tot 80, kreeg ik opeens een verlies van 80 tot 90 decibel. En dat wordt gekenmerkt als zeer ernstig gehoorverlies. Want omdat het zo langzaam gaat, ga je zelf steeds harder werken om alles te verstaan en te begrijpen. En heb je niet in de gaten wat er met je gebeurt. Hm. Wat er met je gebeurt is eigenlijk dat je uitgeput raakt. Ja, ja. Want je bent de hele dag sta je op sterk. Heb ik iets gemist? Moet ik nog ergens heen? Wat dan ook. Hm. Vlak voordat ik daar dat gehoor opnieuw liet testen, werkte ik daar inmiddels toch 1 jaar of 7 alweer in Friesland. Een taal die ik niet ken en die ik nooit heb kunnen verstaan. Nee. Mijn vak was maatschappelijk werk, dus dat was niet een slimme zet. Nee. Toch heb ik het er wel mee gered, omdat ik vaak toch wel kon zeggen van als het in het Nederlands mag graag, als het echt in het Fries moet, prima, maar dan draag ik jullie over aan een collega. En dat vonden ze waarschijnlijk toch ook nog wel enigszins een compliment voor hun eigen taal. Hè? Dat het echt een vreemde taal is, Fries. Ja. Ja, en ik kon ze ook uitleggen waarom dat niet ging, want ik kreeg het niet binnen. Ik kon het wel lezen, dat was het gekke. Huh. Maar ik kon het niet aflezen, niet spraak afzien. En ik doe heel veel via spraakafzien. Oh. Meer dan waar ik recht op heb, zegt de arts altijd. Ja. Toen het zo slecht ging, toen dacht ik, ja, met het maatschappelijk werk wordt het niks meer in de toekomst. Dus ik ben een opleiding gaan doen voor een voortgezette opleiding. Want ik dacht, als ik maatschappelijk werkers nou kan begeleiden, dan krijg ik altijd een casus op papier, dan heb ik de helft vast binnen. Ja. En dus ben ik die opleiding gaan doen. En ik heb toen me gesolliciteerd weer terug naar waar 1 taal gesproken werd. Want ik dacht, ik ga hier eenzaam en alleen zijn. In het noorden. Want het is, iedereen in Friesland begint met een Friese zin. Goedemiddag, goedenavond. En als je dat niet goed hoort,
dan is het heel vervelend om elke keer te moeten zeggen, wat zeg je? En dan, de meeste Friezen die mij kenden, die gingen meteen over op het Nederlands. Maar ja, als dat je taal is, dan vergeet je dat ook wel eens. Tuurlijk, ja, ja. Ik ben toen teruggegaan naar waar ik vandaan kwam, Hilversum. En ik heb in Hilversum ben ik begonnen met een functie voor werkbegeleiding voor maatschappelijk werkers in Bennik. Daarna in Veenendaal erbij. En toen heb ik gewerkt zo zeg maar 36 uur. Ik heb altijd gewerkt tot 40 uur, 36 uur. En toen kwam er een breuk. Toen ging mijn gehoor nog slechter achteruit. En volgens de getallen van de plus kwam ik toen terecht in, niet van ernstig naar zeer ernstig, maar kwam ik terecht in doofheid. Toen kwam mijn gehoor, zat toen tussen de 90 en de 100 dB verlies. dB is decibel. Hè? Uh-huh. En daarmee kan ik eigenlijk met spraakafzien niet meer goed redden. Intussen was ik gescheiden door allerlei andere problemen die erbij kwamen. En toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? En een vriendin van mij die zei, er is een nieuwe opleiding voor docent in de Nederlandse gebarentaal. Ik zeg, ja, dat ga ik doen. Dus ik heb die opleiding van 4 jaar in 5 jaar gedaan, want ik heb 5 jaar heel veel dingen op te verstouwen gehad, zeg maar. Een verhuizing, mijn vader die overleed, echtscheiding, dat was wel genoeg. Daarnaast nog een baan gevonden als maatschappelijk werkster in de geestelijke gezondheidszorg voor dove mensen. En dat was in Ede op de Riethorst. En daar heb ik gewerkt tot 2012. En toen was ik gewoon afgedraaid. Ik was toen, even kijken, dat was in 2012, dus dat was ik 61. Ik ben toen volledig afgekeurd en in de WHO terechtgekomen. En vanuit de WHO ben ik in de AOW gestapt. En dat bevalt me heel goed. En dat doe ik nou. Ik ben gepensioneerd en ik heb een heerlijk leven. Is dat een beetje duidelijk? Eigenlijk bij Let's Talk gekomen. Ik ben bij Let's Talk gekomen omdat ik Anita heb ik leren kennen als tolk. En ik heb haar ook leren kennen bij de Riethorst als collega. Daar was zij schrijftolk en ik was maatschappelijk werkster. En vaak hadden we elkaar nodig om met een cliënt een fatsoenlijk gesprek te kunnen voeren. En ik heb Anita, toen ik gepensioneerd was, toen ben ik begonnen met via vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties in Hilversum om slechthorendheid wat meer bekendheid te geven. Maar toen dacht ik, daar heb ik wel iemand bij nodig. Dus toen heb ik daar 2 tolken gevraagd. 1 was Anita, voor schrijftolk, en ander was een gebarentaaltolk, zodat ik de vragen ook goed kon beantwoorden. Maar ook mensen die zelf slechthorend waren en die daarheen gingen, konden op die manier ook communiceren. Ik kreeg van Anita te horen, ik ga iets doen in de coronatijd, want ik denk dat het voor dove mensen heel moeilijk en lastig is om gemakkelijk contact te zoeken. En toen zei ik, oh, helemaal geweldig, ik sluit graag aan. En hoe bevalt het? Heel erg goed. Het heeft denk ik het afgelopen coronajaar gezelliger gemaakt. Want we hadden op een gegeven moment, soms op sommige dagen, hadden we zelfs 2 keer momenten dat je even kon aansluiten. En
ja, soms 2 uur en soms 10 minuten. Het is maar wat je voor tijd had. Dan had je toch weer even andere mensen gezien, andere mensen gehoord waar ze mee bezig waren. En dat geeft een verbondenheid waardoor je, ja, waardoor de alleenigheid wegvalt. Ik heb tijdens die oefeningen en met het Wilhelmus, heb ik wel één ding heel goed overgehouden. En dat is dat communiceren een levensbehoefte is. En dus ik kan dat helemaal indenken, ja. En ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want communiceren is een levensbehoefte. In de 16e eeuw is er een sheik geweest, die, ja, vond het, die had een grote harem van meer dan 25 vrouwen. Die vrouwen kregen allemaal kinderen. En hij had bedacht dat er met de kinderen, die moesten goed gekleed worden, goed gevoed worden, een ei over de bol, maar ze mochten beslist niet leren communiceren. Oeh. En mijn vraag aan jou is, hoe oud denk jij dat deze kinderen zijn geworden? Nou. De oudste is 5 jaar geworden. En ze zijn alle 25 overleden. Oh, dat vind ik erg. 5 jaar. Omdat ze niet met elkaar mochten praten, communiceren. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja. Ja. Foei. Ja. Ja, dat zijn schrikbarende dingen, maar het geeft wel aan hoe belangrijk communicatie is. Ja. Maar ik heb ook gehoord dat kinderen die doof zijn, hun eigen gebarentaal eigenlijk ontwikkelen. Kinderen die doof zijn, die leren gebarentaal als de ouders gebarentaalvaardig zijn, meestal. En als de ouders niet gebarentaalvaardig zijn, dan is het vaak een discussie van, ja, waar heeft het kind wat aan? Want gebarentaal wordt niet door iedereen begrepen. Dus sinds dit jaar een erkenning voor gebarentaal. En dat betekent dat vanaf dit jaar ook officieel gebaren aangeleerd kunnen worden. En tot nog toe was het een beetje liefdewerk, oud papier en werd het gezien als de hobby van de dovenclubs. Ik ben daar heel blij mee. Maar het is dus niet vanzelfsprekend dat dove kinderen altijd aangeleerd krijgen gebarentaal. En dat is eigenlijk heel jammer, want het is een prachtige taal. En hoe jonger je een taal leert of tweetalig wordt opgevoed, hoe gemakkelijker je daarmee kunt omgaan. Ja, dat is een feit. Heel, heel hartelijk dank voor je tijd en voor je hele verhaal. Ik heb er echt nieuwe dingen van, nieuwe inzichten van gekregen, hoor. Dank je wel. En ik wens je een heel fijne feestdagen en ook een goed 2021 en gezondheid, hè? Ja. Ja. Ciao. Ook een vriendelijk 2021. En waarin wij zonder oordelen met elkaar vriendelijk en inclusief mogen blijven omgaan. Ja. Tot kijk. En bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ja. Dag Mirjam. Doei. Doei.